vandaag, het is vandaag donderdag en ik voel me toch vrolijk wakker. Ja, ik lig nog in mijn grote bed. Ligt niet echt heel lekker, maar oké. Ik heb hier natuurlijk 3 hondjes. En hier hebben we Bunny. Kijk, dus Bunny is mijn eigen hondje voor aandacht. Hier hebben we Sandy. En hier hebben we Moppie. Moeten jullie die? Moeten jullie eten? Moppie eten? Sandy eten? Zeg het maar. Nou, dat doen ze het niet. Ze kunnen echt zo leuk om eten vragen. Dan gaan ze allebei op hun achterpootje staan. Het is zo schattig, maar ze hebben er vandaag geen zin in. Dan ga ik het gewoon neerzetten voor jullie allebei. Komt eraan. Dit is hun eten. Nou, we zitten op mijn scoot. Dat klopt. Maar we gaan dit keer niet naar het zwembad. Oh, is het donder. Maar wat ik nu ga doen... Ik ben natuurlijk heel vrolijk wakker door die hondjes. Maar nu ga ik binnen de dierarts brengen. Het wordt geopereerd aan haar mondje. En... Alle kiezen moeten er waarschijnlijk, nou ja, de gebit is zo slecht dat de kiezen en de tanden worden getrokken. Alleen het probleem is de hoektanden die ze heeft, die altijd zo leuk eruit steken als ze gek doet of als ze honger heeft, die moeten er ook uit. Alleen, het is een groot risico, die hoektanden hebben hele lange wortels. Nou ja, eentje zit al los, de andere is ziek, dus ze moeten er gewoon uit. Maar op het moment dat ze hier uit gaan trekken, is de kans groot dat er gebitje, of dat er, ja, dat er gebitje breekt. Nou, en dan kan het wel vast worden gezet in principe met een draadje. Nou, misschien heeft ze een heel plaatje nodig. En... Nou, hier zit ze nog, niet wetende wat er gaat overkomen daar verderop. Oh, ik heb nou pijn in mijn buik. Nou ja, ik ga erbij zijn als ze onder narcose gaat. Want dat schijnt voor een beestje toch ja, prettiger te zijn als de baasje erbij is. Dus dat wordt pittig. Maar ja, we hebben geen keus. Ze moet, de gebit is slecht, ze kan daardoor steeds slechter eten, ze eet steeds meer kleine stukjes. Dus we hebben geen keus. Nou ja, en hier is het. Dus we gaan naar binnen. Nou, in het kader dat ik alles laat zien, laten we dit ook maar zien. Ik was er dus bij dat ze onder narcose ging. Dat ze het infuusje in kreeg, gaf ze gelukkig maar 1 klein piepje, dus dat viel mee. En ze viel inderdaad heel snel weg. Maar op het moment dat je dus ziet slap worden, toen kreeg ik het pas een beetje te zwaar en nu. Ik word gelukkig wel gebeld hoe het gegaan is. En dan kan ik er wel pas later ophalen, maar het duurt nog wel even. En dan moeten we hopen en duimen dat de kaakje niet breekt. Want dat was toch het risico. Nou, ik ga naar huis. Daar heb ik gelukkig wel 2 andere hondjes wachten die me kunnen afleiden. Tongetje hangt er nog uit. Hey wijfie. Wijfie. Oh. Ach, gossie toch. Ja. Bunny doet het weer. Dan ben ik blij dat ze zo ligt te snurken. Al die tijd is ze dus wakker gebleven. Ze is pas, nou nu slaapt ze een half uurtje, ze is pas om 2:30 in slaap gevallen. Ik weet niet of het te maken... Oh, goeienacht. Ik ben gewoon vandaag de hele dag vergeten mijn camera aan te zetten, zit ik in 1 keer niet te bedenken, terwijl het nu vrijdag op zaterdag nacht, ik denk 2:30 is,
Oh, ik ben gewoon hele vrijdag vrijdag te vloggen. Nou ja, al is er niet veel gebeurd, want kijk. Maar natuurlijk dit schatje. Ja, het gaat wat beter met je wijfie. Dat was natuurlijk een grote impact gisteren. En afgelopen nacht was zij tot 2:30 wakker. Volgens de dierenarts was het door de adrenaline dat ze dus niet kon slapen. Goedemorgen. Voordat ik het weer vergeet. Nee, ik was gisteren dus gewoon heel erg vergeten. Het is vandaag zaterdag. Ik loop dus behoorlijk achter met editen van de halve weekvlogs. En eigenlijk zit ik lekker in een ritme dat ik elke dag een video of een vlog online plaats. Maar eigenlijk was het de bedoeling om dat om de dag te gaan doen. Want worden jullie niet ondertussen gek van mij, van elke dag een video? Daar ben ik een beetje bang voor. Zo hoor ik er graag, hè. Ja, ze komt weer terug. Nou, zometeen komt dus mijn moeder om zoveel mogelijk het huis fotograaf klaar te maken. We hebben van de fotograaf een lijstje gekregen wat er allemaal moet gebeuren. Dat is vrij veel. De makelaar zelf die kon mijn belabberde tuin zo opknappen. Dat die, ik weet niet hoe, maar dat die foto klaar wordt gemaakt. Want op zich heb ik natuurlijk wel een vrij lange tuin, maar dat zie je natuurlijk nu niet. Dus dat gaat de makelaar doen. Vandaag, morgen, in ieder geval voordat de fotograaf maandag om 2:00 komt. Nou ja, mijn tuin komt. Nou ja, mijn tafel moet gewoon weer liggen. Mijn schilderspullen. Mijn printer heb ik nog nodig, want die stukken van de gemeente komen eruit. Dus die kan ik pas op het laatste moment pas ergens neerzetten. Dat hoekje is op zich zo gedaan met mijn moeder. Dan moeten we daar alle geschilderde LP's moeten allemaal van die kant af. Dat moet er gewoon vanaf. Dat moet er gewoon vanaf. Nou, daar heb ik ze al eraf gehaald. Dat moet allemaal leeg. De kussentjes zullen weggaan. Nou ja, mijn tafel zal weggaan. Die stoel, nou ja, die zal hij dan maar buiten zetten of verschuiven. Want dat is natuurlijk alleen voor de foto. En daar liggen ook dingen. Ik had hier een ijzeren kast vol met schilderijen. Die is dan weg. Wat daar staat, dat is die bak met verfbak. Dus dat moet naar buiten. Die boekenkast, die zal denk ik wel blijven staan. Maar wat zet je daar dan gezellig in? Ik weet dat niet, maar dat zal de fotograaf ook wel zeggen. Dus dit is nu echt foto klaarmaken. Nou, mijn moeder is geweest en die heeft haar vriendin meegenomen. En daardoor, nou ja, dat staat er. Mijn vitrinekastje is leeg. Hier bovenop is het meer leeg. Dus ja, morgen nog een hoop te doen. Dat eten warm gaat niet. Dus, wat doe ik dan? Ta-da-ta-ta. Een Domino's pizza. En dit keer pizza chef. Je ziet hem. Doe maar rustig, schatje. Heel klein maken voor de. Ze moet voorzien, ja, mijn bed wordt allemaal nat en vies, maar ja. Die wordt toch maandag weer verschoond, maar ze mag maar kleine stukjes eten en rustig. En ja, dat kaakje heeft natuurlijk rust nodig. En je merkte net toch dat die extra pijnstilling dat het uit ging werken. Dus ja, dan moet er toch een extra pilletje in. En dan hou je er eerst eten voor. Dan doet ze toch de kopje weg. En uiteindelijk neemt ze het dan wel. Ja. Nou, goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik heb er even bij me liggen. Ik probeerde de pijnstilling te geven. Die ene is dan vloeibaar in een spuitje. Oh, dat is zo zielig. Moet ik aan de zijkant van het mondje aan erin spuiten. Want ja, er zit toch geen kiesjes meer. Ja, dat moet wel. Er zit pijnstillingontstekingremmer in. Maar ze moet natuurlijk ook die extra pijnstillende en antibiotica. En dat is een pilletje. Ja, dan moet ik of gaan malen. Dan met water via dat spuitje weer in het mondje doen. Of ze moet gewoon een lekker stukje worst, smeerworst eten. Ja. Oh, een beetje donker. Poppetje. We houden natuurlijk haar nog een beetje sloom door de pijnstilling. Dat heb ze ook wel nodig, want als de pijnstilling uitgewerkt is, dan is die extra pijnstilling, als die uitgewerkt is,
Nu is een beetje zachtjes aan het praten, maar dan hoor je toch echt wel een ander piepje, hoor. En dan is het gewoon... Ja. Kalm hier achter me. Die hebben we wel vast eraf gehaald. En dan zouden we... Au. In de gang worden ze eraf gehaald voor de foto. En dan worden de spijkertjes weggesopt. Maar voor de bezichtigingen worden ze weer opgehangen. Want ja, anders ziet het er ook niet uit. Een muur met spijkertjes aan te kijken. En om ze allemaal eruit te gaan halen. Pff. Ik heb het vandaag helemaal niet gevlogd. Maar ik ben volgens mij... Ik weet niet waar ik in welke modus ik zat. Maar ik heb me uitgeschakeld. En... Wel met extra pillen erin. En ik weet niet eens wat ik allemaal gedaan heb. Alleen wel heel veel. Mijn vader was verbaasd hoeveel spullen er al buiten stonden. Hij heeft al in totaal al 3 keer nu weggereden naar de berging van mijn oom, waar het alvast mag komen te staan. En hij was verbaasd waar ik in godsnaam al die spullen heb gelaten. En dan... Goedenavond. Het is vandaag 10 november. Ja, even een sprong vooruit. En ik ben sinds 2 dagen al bezig met editen van de halve weeklog, wat je dus hiervoor hebt gezien. Daaruit blijkt dat ik dus toch een aantal momenten vergeten ben te vloggen. Dat zal mede de oorzaak zijn geweest dat ik behoorlijk veel medicatie heb geslikt. Ja, het moest wel even, want het moest gewoon klaar voor de fotograaf. En... ja, dan wil je dan zelf ook dingen doen en ik heb wel hulp gekregen daar niet van. Met een heel mooi resultaat en die fotograaf, geweldige foto's van mijn appartement. Er zijn een heleboel verzichtingen geweest. Ik heb gisteren vrijdag 9 november het voorlopig koopcontract getekend. Dus als jullie dus nu net al die foto's hebben gezien, wil ik je toch even mededelen. Want stel, er zit iemand bij die denkt van, hey, dat vind ik leuk. Ik heb ook nog interesse van, hè, wanneer kan ik komen kijken? It's too late. Dus zoals je merkt ben ik erg blij, ben ik erg opgelucht. En ik wilde dit toch even melden. Ik wens jullie natuurlijk een fijne zondag. Jullie zullen dit denk ik zien op zondag. Op zondag 11 november op Sint Maarten zullen jullie dit zien. Nou, ik zie jullie snel weer. Doei!